Hey mensen, welkom bij de, nou ja, eerste aflevering van App Review. Ik heb dit al een tijdje terug gedaan. Wow, volgens mij staat mijn geluid heel hard. Hallo, App Review dus. Ik heb een hele lange tijd terug op het Team Den Haag's kanaal video's gemaakt over apps. Dat vond ik heel leuk. Ik vind het leuk om app-spelletjes te doen en zo. Maar ik wil jullie laten zien hoe leuk of hoe wat ze juist zijn. App Review dus. App Review deed ik op het Team kanaal en dat zag er ongeveer zo uit. Vandaag hebben we dus poe. Ja, dat gaan we deze keer even iets anders doen, want daar zie je al die rare kleuren. Het scherm is overbelicht, mijn vettige vieze vingertjes komen in beeld. Dat gaan we nu allemaal niet meer doen. Ik heb hier een mobieltje met een powerbankje. En dan gaan we gewoon lekker spelletjes op spelen. Nou goed, ik heb dus in de App Store gekeken en er zit dus een arcade functie op ofzo. Dat kun je nu gratis doen voor een maand. Maar ik zag hier een leuk spelletje tussen staan, namelijk deze. What the Golf? Nou, dat klonk echt heel grappig. Leeuw! Jeetje! What the Golf. Bij App Review heb ik het spel dus ook daadwerkelijk nog nooit in mijn leven gespeeld. En ik ga gewoon mijn eerlijke mening erover geven. Het ziet er wel een leuk ontworp uit, eerlijk is eerlijk. Oké, dat was echt super scheef. En nu? Ah, ja. Kijk. Boom. Deze man. Hey, Cengiz! Cengiz doet mee in het spel. Waarschijnlijk mag je die katten niet raken, gok ik. Oef. Wat was dit nou? Wat gebeurde er? Ik ben een poppetje. Oh, als je beweegt zie je ook een beetje zo hoe dat scherm gaat. Dat is wel leuk gedaan. En nu moet ik gewoon zo rossen. Nou, ik vind het wel leuk ontworpen, eerlijk is eerlijk. Wat is dit nou, joh? Hallo? Wat is dit? Is dat de bedoeling? Is dit serieus de bedoeling? Of heb ik het nou... Oh, nee, niet eraf vallen. Oh. Wat? Ik heb ook geen idee. Er staat ouch en nu ga ik naar een nieuwe level. Dus ik weet echt niet of ik nou iets goed of niet heb gedaan. Ben ik nou een huis? Wat is dit voor een spel? Wat is dit, joh? Dat is dus het leuke aan als je een spel nog nooit hebt gedaan. Dan zie je ook mijn echte reactie. Want ik had echt geen idee dat het dit was. Ik lees er ook helemaal niks over van tevoren, want ik vind het juist leuk, maar dit... Home in one! Hey, ik vind het best wel leuk bedacht, eerlijk is eerlijk. Oké, als ik het goed begrijp, ben je dus de hele tijd gewoon een random voorwerp. En daarmee moet je golven. En je moet gewoon de vlag raken. Volgens mij boeit het niet eens of je daadwerkelijk in het... In de hole komt, zeg maar. Hup. Hier, ja, dat is het. Lekker rustgevend muziekje ook. Oh, nu ben ik ineens wel een bal. Een knallende kater. Ja hoor, is het echt? Die vlag ging gewoon ineens bewegen, oké. Hup. Hey! Dit is denk ik het soort van het intro. What the god? Wat doe je hier? Het golflab is afgesloten, of is gesloten. Oké, nou dan gaan we daar eens even verandering in brengen. Experiment. Wholesome joke. Oké, moet ik naar dat gat? Gaan we eens even gluren. Ah, kijk. Wat is dit nou, joh? Moet ik... Oh, dat is het. Gewoon het cijfer 1 is de hole. Oh, je gaat de hele tijd gewoon een nieuw level in. Wat is dit nou? Dan moet ik gewoon dat ding raken. Ja, dat is het. Ik moet zeggen, het is een creatief spelletje. Het is leuk ontworpen. Het is makkelijk te begrijpen, makkelijk te spelen. Dus ben ik nu een kat? Ja, ik ben Cengiz. En de hotdogs vliegen in het rond. Daar moet je dus voor uitkijken, want die blazen je gewoon van de map af als je shit niet goed timed. Ik kom vaak spelletjes tegen... Oh, nice! Het is ineens horizontaal. Ik wilde zeggen, ik kom vaak spelletjes tegen die... Die heel veel reclame bevat en zo. Maar wat ik al zei, het kan zijn dat dit wel betaalde spellen zijn. Ik ga dat dadelijk wel even checken. Maar dat omdat je in de arcade zit, dat je een soort van abonnement neemt. Ik denk dat dat het is. Maar dat ga ik dadelijk nog even voor jullie checken. Maar je gaat zelfs naar horizontaal beeld. Ze hebben wel uitgepakt hoor. Boom. Nice. Wat is dit joh? Oh, nice!
Je moet gewoon zo schieten. Bob, tegen de kat. Oh, nee. Verkeerde kat. Hey, Jengis, ga weg. Oh, dit is een... Dit is nog best even wennen, hoor. Het is een soort van spel waar je gewoon door allemaal gekke golfsettings heen moet. Ja, ik vind het leuk bedacht. Oh, was die mis? Ja, ik denk dat ik hier kan ik wel een tijdje mee bezig zijn. Het is wel grappig. Volgens mij hoef ik ook maar met één bal daadwerkelijk die vlag te raken. Dus het boeit allemaal niet die andere. Ja, zie je. Lachen, man. Oh, we gaan weer naar verticaal. En nu ben ik een bankset. Wat is dit? Hè? Oh, die vaas mag je niet breken. En als je ergens tegenaan komt, breekt die al. Oh, wat doe ik? Oeh, oh nee. Oké, nou ga ik hem halen. Nou ben ik er klaar mee. Wat wel fijn is dat je ondertussen nog van richting kan veranderen. Zie je? Dus als je misgaat, kun je gewoon weer schieten. Kijk, zo makkelijk is het eigenlijk. Dus je kan wel heel snel in dit spel worden waarschijnlijk als je daar... Als je daar eenmaal feeling voor krijgt. Maar ieder object moet je ook weer andere power geven, zeg maar. En hier zit ook een swing aan door dat toetsenbord. Oh, kijk, daar viel hij er bijna af. Maar dan kun je gewoon saven. Goeie show. Nou, ik ga deze laatste nog even doen. Wat ben ik nu? Een bureaustoel. En dan zit het er voor nu weer even op. Dan mogen jullie zelf ermee gaan spelen als jullie dat willen. Yes, stoelendans. Hey. Top. Nou, jongens. Dit was App Review. What the Golf was dit spel. Ik moet zeggen, ik ben blij verrast. Echt een leuk spel. Voor jullie informatie, ik krijg niet betaald door dit spel of zo. Het spel is niet gratis. Maar je hoeft er ook niet per se voor te betalen. Je hebt er dus een Apple Arcade ding voor nodig. Ik wist niet eens dat het bestond eigenlijk. Ik was net door de App Store aan het scrollen. En daar moet je maandelijks 5 euro voor betalen. En dan kun je die spellen allemaal spelen. Dat is dus hoe het zit. Dan weten jullie dat ook. Vonden jullie deze video nou leuk en deze app review? Laat dat dan weten in de reactie. Laat ook zeker in je reactie weten welke app ik de volgende keer moet gaan spelen. Want daar ben ik benieuwd naar. Ik vind het leuk om input van jullie te krijgen. Laat een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vond. En klik natuurlijk op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwe games op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en later!